Jawel, je kijkt naar de review van Under the Waves. Een game die ik op de Gamescom mocht proberen. Ik kwam daar binnen en ik had zoiets van, nou, even kijken wat ik ga doen. En toen zag ik dat en ik hou van games die zich onder water afspelen. Want ik hou van ook onder water zijn in het echt. Ja. Dus toen had ik zoiets van, dit ga ik spelen. En toen zeiden ze me daar, de game komt ook volgende week uit. Dus de game is inmiddels al bijna 2 maanden uit. Maar we hadden zoiets van, hey, fuck it, we hebben dit alle 2 gespeeld. Dus laten we nog eventjes erop terugkomen om jullie te laten weten wat het is en of dit eventueel voor jou is. Precies, dus, of wij ervan onder de indruk waren. Ja, dat is best wel een goeie. Was jij er een beetje van onder de indruk? Nou, misschien wil ik dan toch die informatie een beetje verplaatsen aan het eind van de video. Zodat jullie natuurlijk wel door blijven kijken. Ja. Zal ik even kort uitleggen wat Under the Waves is voor de mensen die het nog niet weten. Under the Waves is een game uitgebracht door Parallel Studios. En dat is Quantic Dream. Nee, Quantic Dream is de gemaakt door Parallel. Ja, precies. Dank je. Quantic Dream heeft hem uitgebracht. Ik ben een groot liefhebber van Quantic Dream. Dus ik heb die game eigenlijk gekocht. Omdat Quantic Dream heeft Fahrenheit gemaakt. Jason! En hoe heet die? Heavy Rain en Detroit Become Human. Niet games die universeel geliefd worden. Beyond maar, Two Souls. Ja. Between Two Shits. Ik heb die games allemaal wel redelijk hoog zitten. Ik vond het heel tof. Ja, filmgames, die interactieve ervaringen. Dus ik dacht, ik ga deze game gewoon kopen. Dit moet wel goed zijn. Maar dat gaan we nu even bespreken of dat ook daadwerkelijk zo is. Want het is heel... Ja, het leunt wel een beetje op het Quantic Dream principe van het is een verhalenvertellende game. En ik denk dat jullie allemaal die dit kunnen verstaan enigszins in de buurt van de Noordzee wonen. En nou, deze game speelt zich af in de Noordzee. Nou, en dat vond ik al heel fascinerend. Ik denk, welke fucking game speelt zich nou af in de Noordzee? Ja. Jij bent Stanley, je bent tering depressief en je zit in de Noordzee omdat je rouw hebt. We gaan niet vertellen waarom, daar moet je zelf maar achterkomen. Maar Stanley's leven is gewoon gone to shit. Ja. En om te vluchten voor de rouw is hij als een soort van offshore duikgoon is hij gaan werken. Ja, deed hij vroeger al, maar hij is weer teruggegaan inderdaad onder water. Omdat hij zoiets heeft van, fuck it, ik kan beter in mijn eentje daar misschien mijn rouw verwerken. Of ja, hij ziet er ook echt depressief uit. Ja, dat is een van de dingen die... Hij kijkt aan de ene kant, en ook nog zo'n soort van scheel en wat dan ook. En af en toe zit hij in de spiegel te kijken en is dat heel raar. Maar denkt hij ook, wie de fuck ben ik geworden? En de ene kant vind ik het een hele coole character. Ook omdat je natuurlijk inderdaad zijn verhaal meemaakt. En dan krijg je er sowieso wel echt binding mee. Maar ja, er zijn 2 dingen die vervelend zijn aan de character, dat is inderdaad een klein beetje zijn gezicht. En de tweede is dan gelijk een beetje een negatief punt, maar de lip sync. Ja. De voice acting is heel goed. Je hoort Stanley praten en je hoort veel van je manager Tim. Ja, dat is zijn broer trouwens. Ja. Zijn broer Tim. En het toffe is dat heel vet klinkt, maar als je dan in sommige scènes naar zijn mond kijkt, dan is dat totaal af. Ja. Het is natuurlijk volgens mij ook omdat het een Franse game is. Want het is een Franse studio. Dus misschien dat het is omdat het de Franse tekst naar Engels en nog een paar andere talen hebben gedipt. Dat weet ik niet. Het is in ieder geval, het is storend. En, onwijs. De gameplay van de game is eigenlijk, elke ochtend word je wakker. Dan neem je een lekker bakje koffie. Ja. Heel belangrijk, net als wij dat ook doen. Dat doet hij echt, ja. Mooi moment voor een slokje, hoor. Dat doet hij. En dan krijg je je missie, of je dagbriefing eigenlijk. Het zijn allemaal best wel simpele tasks. En je gaat altijd bijna onder je pot onderaan uit. Ja, en je gaat zwemmen of je gaat in je submarine. Ja, je hebt een onderzeeëtje en je hebt van die duikflippers. En de bedoeling is eigenlijk dat jij dingen gaat repareren. Dat is vaak een oliepijp die lekt. En de game heeft een hele grote nadruk op environmentalism, zeg maar. Er wordt... Ja, je kan ook plastic flessen oprapen. En het is eigenlijk, krijg je een redelijk goede staat van de impact van de mens op het ecosysteem van de Noordzee. Ja, als jij een soort van het woord woke dagelijks gebruikt, zou ik dit niet oppakken als ik jou was. Zeg jij nou Boris? Nee, bijvoorbeeld. Ja, die gaat zich irriteren aan het feit dat deze game iets te doen heeft met, weet ik veel, gewoon inderdaad precies wat je zegt, de impact die wij hebben op de natuur. Dat in sommige games doen dat. En ik vind het, als ik aan het duiken ben, neem ik ook altijd de flesjes mee die ik tegenkom en de zakjes. En kan je niet de mensen meenemen die flesjes erachter laten en dan omwisselen? Nou ja, dat is door de hele wereld. En ze sjankeren het ergens op een berg uit hun auto en het trickles down. En een soort van 3 maanden later ligt het naast mij en mijn turtle waarmee ik samen aan het zwemmen ben. En dan doe ik het in mijn BCD. Goed, je ziet hier in ieder geval het duikbootje. En je bent dus vaak, heb je wat verschillende objectives die je op zo'n dag kan doen.
Die moet je allemaal afvinken. Ja, is dat leuk? Ja en nee. Ja en nee. Het is onderhoudend. De wereld is op zich wel... Ik vind het wel leuk gemaakt. Het ziet er tof uit. Je kan dat is het ding. Het is super vibey. Ik ben graag, wanneer ik namelijk in mijn potje zit... ga ik heel graag even ergens heen. Je hebt dus je main story... missions, eigenlijk verhaallijn die je afgaat day by day. En je kan hier en daar een beetje off the beaten path exploren. Niet veel, maar wel genoeg. Daar vind je resources die je nodig hebt om dingen te craften. Oxygen sticks. Ja, en hier wil ik direct eigenlijk even een punt maken ook. Want je kan inderdaad craften, je kan reizen. En je hebt ook die story missions. En die staan dus op een soort van hut aangegeven. Je ziet hier hydrogen bunker. Maar soms is het bijzonder onduidelijk hoe je daar moet komen. Ja. En dat heeft er echt toe geleid dat de game die ongeveer in 6 uur uit te spelen is... dat ik ongeveer al 6 uur bezig was om soms... Nou ja, oké, dat is overdreven. Maar ik was veel te lang bezig om bepaalde shit te vinden. Ja. En kijk, de gameplay is leuk als het smooth gaat. Is het leuk. Dan is het leuk genoeg om door te blijven gaan... zodat het verhaal, wat echt goed geschreven is... Steeds in druppeltjes aan jou wordt gevoerd. En steeds gekker wordt. Maar als je deze game... If you hit its bad side, zeg maar. Als je echt gewoon loopt te fucken met die gameplay... en je weet niet waar je heen moet. Ja, dan moet ik zeggen... dat ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht van... ja, ik moet nu even door de zure appel heen bijten. Nou, dat heb je wel vaker. Ik vind namelijk elke keer... Ik vind het zelfs stom, maar de animatie van in je pot... in je submarine gaan... duurt volle 3-4 seconden, denk ik, voordat je kan gassen. En dat is irritant, want dan ben je gewoon... Je bent letterlijk niks aan het doen. Je zit even te wachten tot hij zo... Woep, en dan zit hij. En dan pas kan je weg Weet varen. Je dat me dat helemaal niet is opgevallen? Het is een slow game. Hè? Het gaat langzaam. Dus daar had ik niet zoveel last van. En het is ook wel... Je merkt ook wel als je gaat duiken. Dat is ook allemaal super slow. Maar ja, het is sluggish ook. Dat is het ding. Het speelt gewoon niet zo lekker. Nee. En dat is in principe aan de ene kant niet gek. Want je bent onder water. Maar alsnog, hè, er zijn genoeg games. Subnautica bijvoorbeeld. Dat speelt prima onder water. En dit speelt niet lekker. Je kan het er een beetje... Het speelt niet zo vervelend dat je echt het wil stoppen. Maar er zijn inderdaad momenten ook met naast de control zelf... die gewoon sluggish zijn inderdaad. Dat je gewoon af en toe niet ziet waar je heen moet. Of ja, dat er niet per se mapmarkers staan van nu moet je... En dat is trouwens aan de andere kant ook een goed ding. Dat er niet overal soort van nu moet je hierheen. Ja. Maar dat je af en toe ook gewoon eventjes moet kutten. Want dat moet hij waarschijnlijk in het echt onder water ook, weet je. Dus ik weet niet of dat bedoeld is... Of game design dat niet helemaal gelukt is. En weet je wat ik met dit soort games vaak heb? Is de gameplay een soort van dienend object voor het verhaal? Zeg maar? Dat jij steeds die gameplay zorgt ervoor dat het verhaal verteld kan blijven worden. Ja, dat is dit niet. Maar in een game als dit, je zou eigenlijk net zo goed gewoon kunnen zitten. En het verhaal kan je... Het zou ook gewoon een soort arthouse film kunnen zijn. En ik vraag me af bij deze game, in mijn optiek, is de gameplay... af en toe een obstakel voor zeker. Het verhaal. En niet een instrument om het verhaal sterker te maken. En dat is jammer, want het verhaal en ook de thematiek. Ik vind het heel vet dat mensen een game maken over rouw in de fucking Noordzee. Ik hou van niche games waarvan ik denk, dit heb ik nog niet eerder gezien. Ja. Alleen de gameplay is... het is niet slecht, maar je voelt gewoon een beetje... Ja, het is zo'n soort... Ja, een soort Unreal project waar op de duur op 70% van de tijd mensen zeiden gewoon... Ja, fuck it, we stoppen nu met de gameplay. We gaan gewoon een heel goed verhaal schrijven. Ja. En ze zullen het ons wel vergeven. Nou, niet, want ik heb namelijk net toevallig Dave the Diver gespeeld. Ja. Daarvoor, weet je. Dus ik was al heel erg... En dat was echt fucking vet. Heel andere game natuurlijk wel. Maar... Ja, maar wat betreft duikers, weet je. Ik bedoel, als Stanley in de buurt van Dave wil komen... dan verwacht ik wel dat de gameplay in ieder geval echt wat gepolijster is dan dit. Ja. En is het heel slecht? Nee, absoluut niet. Maar het is gewoon jammer, want het verhaal verdient beter dan... Ja, nou ja, wat jij zegt, het is inderdaad niet een vessel om je door het verhaal te leiden. En daarbij leuk om inderdaad af en toe detourtjes te maken. Nee, het voelt een beetje als een chore en dus daarmee als een obstakel om de game door te komen. En aan de andere kant, als ik eenmaal gewoon eventjes... in mijn submarientje aan het rond aan het ding. En er komen zeehondjes om je heen. Of turtles, wat dan ook. Die ik volgens mij nog nooit... ik weet niet of er turtles zijn in de Noordzee. Maar in deze game wel. Omdat misschien het gewoon plastic ninja turtles poppetjes. Ja, zoiets. dat eerder inderdaad. Maar weet je, ik vind de game is wel heel vibey. Het heeft een soort van jaren 70 neo-futurist, techno-futurist look. Die ik gewoon echt knap gedaan vind. Dus ja, het enige eigenlijk wat de gameplay... Wat de game tegen zich heeft, is de gameplay.
die vetter had kunnen zijn voor een onderwater exploration-ish game. Ja. Het verhaal is heel tof. Het wordt steeds psychedelischer. Op een gegeven moment kom je echt net zoals... Het heeft heel erg... De guys zeiden dus ook toen ik dit ging spelen van stel je Firewatch onderwater voor. En dat is wel heel erg ook wat het is. Het wordt ook steeds meer wat freakier. Ja. Kijk, hier zie je het al een beetje. En op een gegeven moment kom je echt in een hele trippy... Het is ook heel cool dat de camera dus op een gegeven moment op sommige plekken ook begint te blippen en te tumbelen om dan dus zijn mental state, denk ik, een beetje te representeren. Mm-hmm. Vind ik echt heel tof gedaan. Heb je weer een heel vibey moment in de game. Ja, het doet me een beetje denken aan Deliver Us Mars. Ook een game die eigenlijk best wel goed geschreven was. Waar ook, ze hebben daar gewoon denk ik niet de middelen of mankracht voor. En op de duur, het is ook niet een game die zo goed geschreven is dat je daar 100 man aan gaat laten werken. Nee. Het is gewoon een project wat gewoon een redelijk, ik vind het een bewonderingswaardige insteek om zo'n verhaal te willen vertellen over rouw. En hoe je de rouw verwerkt. De game heeft trouwens ook twee verschillende eindes, wat ook heel tof is. Ja. Heb je de good ending of de bad ending gekozen? Ik heb de bad ending gekozen. Ik ook. Ja. Ja, toch wel. Maar dat komt ook een beetje omdat ik gewoon vind dat Stan wat beter zijn best had moeten doen op de gameplay. Dus dan denk ik van Stan, jij verdient de bad ending. Gewoon rancune, man. Daar ben ik eerlijk in. Ja. Maar laten we naar de conclusie toewerken. Voor mensen die houden van indie games en die het kunnen verdragen dat een fantastisch verhaal af en toe wordt tegengewerkt door hele middelmatige lip sync en gameplay die af en toe net zo onderhoudend is als het heftruck rijden in Shenmue of, of gewoon je fabrieksbaantje kartonnen dozen. Misschien doe ik het iets te kort. Nee, dat is mooi. Behalve de op en off, weet je als fabrieksbaantje met dozen, als je in de vibe zit en je laat niks vallen, is het vet. Maar tot het punt dat op een gegeven moment denk je, als je niet je dag hebt en alles voelt te zwaar of het glipt uit je handen, die shit. Kijk, het klopt niet. En op je fabrieksbaantje kan je nog tegen je baas zeggen van, de machine doet het niet. Hoe werkt dit? Maar bij deze game kan dat niet. Dus dan zwem jij en in sluggish dingen. Ik had toch nog even één ding. Op de duur moet je al van die valves gaan dichtdraaien of zo. In een of andere soort van onderwater. Zoek ze maar ten eerste. Zoek ze maar op. Dus ik zit daar fucking een half uur te zwemmen, joh. En op de duur, ik denk, ik vind dit helemaal niet leuk. Ik heb de game gewoon gequit. En dat vind ik jammer. Want de game verdient beter. Dus wat zeg jij ervan? Nou, ik hoop heel erg op een Under the Waves 2. En die dan soort van... bijvoorbeeld het verschil above tussen... Above the waves. Precies. Maar nee, dat dat ze gewoon precies dat. Dat ze het lip sync hier en daar, dan kijk ik gewoon niet. Weet je, het is heel dom, maar dat vind ik niet zo heel erg. Maar de gameplay was gewoon te sluggish om inderdaad geen irritaties op te wekken. Ik hoop dat er in deel 2 dan dat weggepoetst is en dat ze nog steeds is. Want nogmaals, die setting is natuurlijk... Misschien is die ook wel twee keer tof. Het is zo cool inderdaad om een duiker te zijn in de jaren 70 in de Noordzee. Ja, dat vond ik gewoon heel speciaal. De game is ook kort. Ik weet eigenlijk alleen niet wat de game kost. Ik heb er volgens mij €20 voor betaald. Oké, vind je dat het waard? Ik vind dat het namelijk in alleen al in originaliteit en effort en soort van pat on the back voor de studio vind ik het wel twee tientjes waard. Ik zou zeggen, het is een goede eerste stap voor Parallel Studios, maar het voelt nog te veel aan als een game development engine ding of zo af en toe, dat je denkt ook de overgang van de cutscenes. Het is maar de jammer. Game is wel af, hè? Als in niet af als in de technische dingen die wij hebben gezegd, maar het is niet dat ze op een gegeven moment verzand zijn en gestopt en dat de game niet af is. Het mist de polijsting die zo'n verhaal verdient en dat vind ik jammer. Dus ik laat deze game onder de golven zinken, want ik ben niet onder de indruk. Maar verhaal is topnotch. Ja, in principe is de afsluiting van onze korte reviews altijd kopen, budgetbak of slopen. Daar was ik bijna. Ja. Ik zou zeggen budgetbak. Ja, maar dat is hij al, want het is twee tientjes. Budgetbak. Ja, tientje. Tientje? Wachten tot dat... Ik sluit me daarbij aan. Wat? €5. €5 op je mouw. Nee, ik denk dat... ik ook om gewoon, weet ik, soms moet je ook gewoon originaliteit een beetje props geven. En ik denk dat een tientje, dat het zeker waard is. Dan kom je toch uit op een budgetbak. Terwijl ik van tevoren had gezegd, misschien twee tientjes ook wel. Maar ik ga met jou mee. Budgetbak.